Hey, goedemorgen. U bent terug aan boord van Drifter 22 Dulce Bella op het 20e traditionele Waddenweekend. En het is een beetje een kleine wereld geworden. We waren met 7 bootjes. We zijn nu nog maar met 3 bootjes. En dat hebben we in 5 minuten gepresteerd. Iedereen ging anker op en een andere kant op. In beeld Drifter 22. Salvator met daarachter Coaster Olle. We zijn vannacht ten anker gegaan aan het eind van de schildknopen op het Brakzand. Een rustige nacht doorgebracht. Kleine wereld, heel erg mistig, maar prachtig volle maan. En we zijn nu op weg naar de zuidpunt van het Simonszand. En daarvoor proberen we eerst de droogtes van het Brakzand over te steken om in de eilandenbalk te geraken. Je ziet, Salvator is nog net zichtbaar. Maar Coaster Olle daarachter wordt al een stuk vager. Nou, de verwachting is wel dat het mist gaat optrekken in de loop van de dag. En dat de zuidenwind een beetje naar zuidoost gaat en aan gaat trekken tot 5, 6, later 7. Dus waarschijnlijk nog wat interessante filmbeelden kan u verwachten van ons avondtochtje richting het Willemsduin. Maar zover zijn we nog niet. Eerst proberen we de eilandenboog te bereiken over de droogte van het Brakzand en dan op naar de zuidpunt van het vermaledijde Simonszand, waar we met laag water gelukkig nog even mogen komen. Dit was Drifter 22 Dulce Bella. Drifter 22 Dulce Bella. Uit.